Dames en heren, hier staan ze. Ooit groot op het middenveld van FC Utrecht en inmiddels. Wat ik zo mooi vind, Jan, dat ze die ook hebben als speler, is dat al die armen omhoog gaan van die mensen en dat ze boven hun hoofd een applaus geven. Ik kan het nog één keer voor deze twee toptrainers. Louis, is Utrecht klaar voor Europa? We zijn net begonnen. We zijn maandag. Wie komen er nog terug op dit moment? Michael Zulo, Tommy Oren, Jackie Mulena, Yassine Joep gaat net weer weg. Dat zijn ze. Nou ben je een beetje trots op Utrecht. Zeker gezien de vooruitzichten het tweede jaar, het begin van het seizoen. En als je dan ziet waar we eindigen, dan lopen we net samen. Er staan heel veel mensen op die plein stonden. Er staan er misschien wat meer vandaag. Ja, dat ben ik niet op zin verteld, nee. Misschien even. 1, 2... Hij kan tellen! Toch een beetje van genoten deze zomer. Ja, daar geniet je wel even van, al moet ik wel zeggen dat je heel snel weer bezig bent met wat nu komen gaat natuurlijk. Jan, grote vraag. Robbie zei het net, Bolenka, Zuno, Oor zijn er nog niet, Ayoub gaat even weg. We weten dat Mike van Horen naar Ajax is gegaan, dat we daar goed voor betaald hebben gekregen. Nee mensen, ik weet dat er een hele staat uit Amsterdam, daar kan het allemaal heen komen. Maar als je zoveel geld krijgt, het enige leuke van de club in Amsterdam is als je het geld uit de zak troffelt. En dat hebben we lekker gedaan. Dus, applaus voor Utrecht. Applaus voor Mike van Horen. En een geweldige prestatie die hij geleverd heeft met FC Utrecht. Maar, komt er een vervanger, Jan? Ja, dat is wel de bedoeling. We zijn druk bezig om te kijken of we voor het geld dat we over hebben, dat is niet echt heel veel, maar dat toch een goede gang te kunnen krijgen. Zijn er inmiddels onderhandelingen gestart met spelers? Nee, dat kan ik niet. Jullie zijn aan het inventariseren, luister is het niet geworden, het wordt een ander. Ja, het wordt wel een ander en we zijn druk bezig en kijken naar spelers die waarvan wij vinden dat ze de kwaliteit hebben om het Utrecht zo hoog mogelijk te kunnen blijven spelen. Robbie, wordt er iemand uit het buitenland of uit Nederland? Ik heb geen idee. Nee, ik moet eerlijk zeggen, het liefst en het makkelijkst is natuurlijk als je Nederlandse jongens erbij kan halen. Hè, dat gaat allemaal wat sneller. Maar die moeten wel verhandeld zijn.